Ik hoorde vanochtend, toen hoorde ik help, help en geschreeuw en rare geluiden. Toen ben ik uit mijn bed gestapt, heb ik gekeken naar buiten, maar niks gezien. Omstreeks 9 uur kregen wij meerdere meldingen binnen op de meldkamer dat er schoten waren gehoord. Onder de melders ook een van de twee slachtoffers, die zelf nog gelukkig in staat was om ons te alarmeren. Nou, de collega's gaan natuurlijk direct ter plaatse, treffen daar op de galerij een bloedende man aan en een bloedend meisje van 15. Nou, daar hebben ze zich over ontfermd, die zijn overgebracht naar een ziekenhuis waar ze momenteel behandeld worden. Volgens buurtbewoners zou het slachtoffer een marktkoopman zijn die met tenminste één dochter in de flat woont. Minstens één bewoner heeft direct na het incident een jonge man in een blauwe jas zien wegrennen. Over de exacte toedracht van het schietincident tast de politie momenteel nog in het duister. Nou, over de achtergronden, het motief, eventuele schutter is nog echt heel weinig bekend. En daarom is de recherche in Amsterdam-Zuid dringend op zoek naar getuigen. Hoewel beide slachtoffers momenteel nog in het ziekenhuis liggen en aan hun verwondingen geholpen worden, zijn ze wel aanspreekbaar.